Morgen jongens, welkom bij een nieuwe video. En ik moet zeggen, het is ook wel heel goed dat je kijkt hoor. Want ik ga weer een berg tips geven, gratis en voor niks. En Julian komt langs. Julian die is nu een paar maanden bezig met zijn groeitraject. En die gaat jou precies uitleggen hoe het is om onder begeleiding te staan bij je eigen coach. Ha, let's go naar die gym! Nou, welkom. Ik heb je meteen uitgenodigd bij een van mijn vaste scoopplekjes. Leg even kort uit aan de kijkers wie jij bent. Nou, ik ben Julian Vogelsang, ben 23 jaar oud en ik ben op weg naar een machine te worden. Ja, heel goed. We gaan meteen beginnen met scoopen. Het is koud. En dan lullen we binnen verder wel. Kijk. Hoppadee, daar komt hij. 1, 2, 3. Lekker hoor. Hop. Hop. Bingo! Oké, Julian, vandaag volg ik jou tijdens een normale training. Ja. Wat houdt jouw warming-up in? Nou, mijn warming-up is eigenlijk dat ik altijd 5 minuten op een cardioapparaat sta. Nou, nu is het dan toevallig even wandelen en hardlopen. Heeft te maken dat ik mentaal gewoon even scherp word en dan volledige focus heb op de training. Ja, dus wat Julian al aangeeft, hij pakt die warming-up vooral voor het mentale gedeelte, om te acclimatiseren in de gym en dergelijke, om je voor te bereiden op je fysieke training. Niet per se om daadwerkelijk warm te worden, want je bent al warm, zeker als je later op de dag naar de gym toe gaat. Wat gaan we doen? 5 minuten joggen? Ja, 5 minuutjes. Doe maar een tientje. Dus kom ik helemaal niet meer uit. Oké, Julian, ik heb jou een 6-daags full body schema gegeven. Ja. Welke dag gaan we vandaag doen? Nou, we beginnen vandaag bij dag 1 van mijn schema en dan bij de bench. Nou, dan gaan we die schijf maar aan die stang hangen. Oké, we hebben 2 warming-up sets gedaan. Hey Julian, waar had jij moeite mee voordat je dit traject startte met betrekking tot bankdrukken? Eigenlijk vooral met de houding. Dan zat ik even te kijken waar moet ik natuurlijk ook de stang naartoe halen op mijn borst. En ik kwam vooral niet toe aan het bracen, waarbij ik uiteindelijk daarvoor informatie nodig had. Ja, nou goed, wij hebben natuurlijk contact gehad afgelopen maand sinds jij het traject startte. Dus als je eventjes wil gaan liggen op die bank, dan laat ik zien aan de mensen wat ik bedoel. Julian liet die stang iets te hoog op de borst landen. En met hoog bedoel ik dus ongeveer hier. Waarbij zijn ellebogen ook weer te veel naar buiten kwamen, te veel flairden zoals we dat noemen. Kijk, we laten het even zien. Ja, pak die stang maar, Julian. En dan liet hij hem ongeveer hier landen. En het nadeel is dat je te veel vanuit je schouders gaat drukken en ook te weinig je borst kan gebruiken. En wat je wil, is die stang ietsje lager op je borst laten landen, waarbij die ellebogen ook iets meer naar binnen komen. Het heeft ook weer als voordeel dat als je gewoon een normale holle rug hebt, dat dit stuk van je chest weer iets hoger ligt, waarbij je een korte range of motion hebt, waarbij je dus ook weer meer gewicht kan tillen. Laat de stang wat lager op je borst landen, dat is veiliger voor je schouder. En 2, je bent sterker, je kan veel beter je chest gebruiken. Daarnaast benoemt Julian het bracen. Bracen is een van de belangrijkste dingen tijdens krachttraining, maar bijna niemand benut het effectief. Wat je wil in de basis is een hap lucht in de lage buik nemen in plaats van hoog ademen, willen dus laag ademen. We willen eigenlijk als het ware die bierbuik creëren. En als je die hap lucht hebt genomen, span je daarna je buikspier aan. Eigenlijk ook aan de zijkant je buikspier, maar ook zelfs die rugspieren. Dat vergt wat oefening. En dat zorgt ervoor dat die intra-abdominale druk wordt vergroot, de druk in de buik. En daardoor kunnen je rugwervels en je organen veel minder goed bewegen. En dat is wat je wil, want dat is het veiligst. Daarmee creëren we dus rompstijfheid. Romp is bovenlichaam, stijfheid betekent zo min mogelijk beweging. Vroeger noemden ze dat core stability of wat dan ook, maar die hele term core stability die gebruiken we niet meer. We gebruiken de term rompstijfheid. Dus met die rompstijfheid zorg je ervoor dat jij zo stevig mogelijk op die bank ligt en daardoor ook zoveel mogelijk kracht kan leveren. Want ze zeggen altijd, je kan geen kanonnen afschieten van een kano. Oké, we nemen die hap lucht in de lage buik voordat we unracken. Daarna brengen we de stang naar voren. Opnieuw bracen, laten zakken, omhoog uitdrukken en weer opnieuw bracen. Laat zien. Brace 1. Brace 2. Push, nog 1. Opnieuw bracen. Boom. Dat is hem. Nu gaan we 75 kilo benchen. En dat is voor mij een PR. 2 weken geleden lukte me dat niet. En dat gaan we nu nog een poging geven. Oké, Julian, let's go. Kom op. Let's go. Samen, 75, alles eruit.
wanneer je er klaar voor bent. Push. Lekker, jongen. Kijk, dat zijn ze. En dat is het ook. En je moet niet opgeven, zeker in die lean bulk moet je nu die PR zetten. 2 weken geleden is het niet gelukt. Nu wel. En met deze chest gaat Julien deze zomer flaneren. Jullie, vanaf september volg jij het groeitraject. We zijn begonnen met de goblet squat. Daarbij heb je dus een dumbbell of een gewicht voor je. Daarmee maak je die squat. Dat is een goed begin om het squatpatroon aan te leren. Dus nu doe je al een aantal weken de back squat. Dus met stang op je rug. En hierbij is dus ook weer heel belangrijk om die brace onder controle te hebben. Net als bij het bankdrukken. Bij die squat brace je na elke herhaling opnieuw. Dus wat je doet is, voordat je zakt, brace je. Hap lucht, lage buik, aanspannen, omlaag en pas als je helemaal weer omhoog bent, adem je uit en adem je weer opnieuw in. En zo verzeker je jezelf ervan dat je bij elke herhaling een maximale rompstijfheid hebt. En zo verzeker je jezelf ervan dat je bij elke herhaling van een squat een rechte rug kan behouden. Dat is natuurlijk belangrijk voor de veiligheid. Nou, als je een traject bij mij volgt, dan leer je de uitvoering van elke oefening. Dus Julien kent de uitvoering van de squat. Laat maar zien, Julien. Handen evenwijdig op de stang, vaste vinger op de marker. In het midden onder de stang. Schouders naar achter om een platform te creëren voor die stang. Bracen tijdens het unracken, stap, stap. Opnieuw bracen voordat je omlaag gaat. Omhoog komen en weer opnieuw bracen. Kijk. Dat is natuurlijk een hele mond vol wat ik nu net uitspreek. Maar als je een traject met mij volgt, kun je dat stap voor stap rustig in je eigen tijd via de online leeromgeving gewoon rustig oefenen. Oké. Ja, wat gebeurt er nou als je dat bracen niet goed beheerst? Dan kan het zijn, zeker als je in bottom position komt, met die stang op je rug, zwaar gewicht, dat je hier die rompstijfheid verliest. En dan kom je met een bolle rug naar boven. Met als gevolg lage rugklachten. Ik heb voor Julien zowel de bend over row als de seated row in het schema staan. Bij die bend over row train je natuurlijk weer die rompstijfheid die we net hebben behandeld ook tijdens de squat. En als je dan 2 van die verschillende row oefeningen in het schema zet, dan pak je eigenlijk de best of both worlds. Belangrijk is om voldoende voorover te buigen, rug recht te houden en focus op het naar achter brengen van de ellebogen. Zodat je goed die lats pakt, maar ook natuurlijk wel die bovenrug, klein beetje biceps. Ietsje naar voren nog, ietsje naar voren. Kijk, ja, dan wordt hij zwaar. Let's go. Tuurlijk, tuurlijk. Lekker, Julien. Mooi, netjes. De meest gemaakte fout is natuurlijk dat mensen steeds meer omhoog komen en de range of motion verkorten. Dan wordt het steeds zwaarder. En dan ga je natuurlijk vanaf deze positie uiteindelijk hier lopen te rowen. Dat doet natuurlijk helemaal niks voor je rug. Dus liever eerst met een bescheiden gewicht mooi voorover die houding perfectioneren. Dan uiteindelijk met een zwaar gewicht dit soort werk. Want daar groei je niet van, daar krimp je alleen maar van. Oké, laatste werkset. Let's go, Julien. Ja, ja, voorover. Let's go. 1, tuurlijk. 2, boom. 3. 4. Laatste 2 herhalingen mag je best een beetje meebewegen met die bovenrug. Let's go. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Whatever it takes. Boom. Dat was hem. Kijk, en de reden dat ik zeg je mag best een beetje meebewegen met die bovenrug, dat is helemaal niet zo erg. En dan zou je misschien denken, ja, dat is toch cheaten? Daarmee help je jezelf eigenlijk. Dat klopt, daarmee help je jezelf. Als jij een klein beetje momentum meepakt door je rug mee te bewegen, vanaf hier naar daar, zodat die stang wel omhoog komt. Dat kan het verschil betekenen tussen de herhaling wel of niet maken. En uiteindelijk is dat het belangrijkste. Dat betekent niet, zoals ik net al zei, dat je hier moet eindigen. Maar dat betekent dat je hem vanaf hier, in plaats van dat je denkt, ja, het wordt toch iets te zwaar, dat je hem een klein beetje omhoog helpt, zodat je toch hier in die verkorte positie van de rugspier komt. Bij vrijwel elke krachtoefening is het niet even zwaar gedurende de hele beweging. Bij de bend over row wordt het naarmate je de stang omhoog haalt steeds zwaarder. Dus als je hier al faalt omdat het te zwaar wordt, dan kan je herhaling dus niet afmaken. En dan mis je eigenlijk de groei van dit gedeelte van de beweging. Dus als je dan een klein beetje je rug mee beweegt, dan haal je hem in ieder geval omhoog. Kan je hem daarna weer excentrisch beheerst
laten zakken. En laat dat nou net de fase zijn die voor die spiergroei zorgt voornamelijk. Dus het halen van je beoogde aantal herhalingen in combinatie met een full range of motion van elke herhaling is belangrijker dan dat jij je laatste 1 of 2 herhalingen een klein beetje momentum creëert door je rug mee te bewegen, door te cheaten. Dus cheaten is niet in alle gevallen even slecht. Sterker nog, cheaten is in veel gevallen nodig. Dus wil jij het maximale uit je training halen, wil jij naast mij bovenop die berg blijven staan, start dan met cheaten. Laat andere mensen maar denken dat je fout bezig bent. Jij en ik weten wel beter. Voor maximale spiergroei moet je out of the box denken, over grenzen heen durven gaan. En ik kan jou daarbij helpen. Cheaten is prima, maar onthoud, als je cheat, cheat bewust. Oké, Julian, nou zijn we even klaar met dat technische gelul. Nu gaan we gewoon blind rammen met die geweren. Laat zien wat jij kan. Hoppatee. Bicep curl met dumbbells, om en om. Dat is ook wel een favorietje van mij, is old school. Gewoon rammen. Let's go, let's go, let's go. Die aders die komen al, hoor. Kijk, kijk, kijk. Goed. Ja. Oeh, lekker. Hey Julian, jij bent in september begonnen met je eigen coach. Ja. Waarom ben jij begonnen en wat heeft het jou opgeleverd tot nu toe? Ja, ik wilde nu echt daadwerkelijk fitness en onder andere ook voor mezelf echt gaan doen. Dat ik dat voor mezelf doe. In het verleden deed ik het altijd voor anderen en nu wil ik dat echt voor mezelf doen. Door middel van je eigen coach ben ik heel veel te weten gaan komen over onder andere sport, voeding, ja, zelfdiscipline. En juist bij je eigen coach zitten ben ik zelf een stuk zelfverzekerder geworden op het werk. Maar ook juist in de sportschool, zelf, thuis. En dat heeft me heel veel gebracht. Ja, zelfverzekerdheid. Nou, dat is denk ik iets wat heel veel mensen die nu kijken al kunnen begrijpen. En discipline, dat hoor je ook vaak. Hè? Dat sporten, jij traint al 6 keer per week. Dat is natuurlijk supergoed, super vaak. Maar ook als je 4 of 5 keer per week traint, zorgt dat voor die toename in discipline. Merk je daar wat van? Ja, zeer zeker. Mijn discipline is zowel op het gebied van voeding als sporten. En mijn dagelijkse routine is dat flink verbeterd. En daar haal ik heel veel profijt uit door een stuk meer rust voor mezelf te creëren. En ook daadwerkelijk al mijn kleine doelen achterna te gaan die ik heb gesteld. Oké, we praten natuurlijk heel veel over trainen. Maar hoe zit het met het eten van jou, Julian? Op hoeveel calorieën zit je nu? Ik zit op dit moment op 4000 calorieën. 4000 calorieën om te kunnen aankomen? Nou, ik weet het antwoord al, maar heb jij moeite soms om aan die calorieën te komen op een dag? Ja, best wel moeite, want ik ben iemand die eigenlijk qua voeding heel natural wil eten en niet al dat fastfood en zoetigheid. Ja, dus bij Julian was een probleem dat hij niet aan zijn dagelijks benodigde calorieën kwam. Dus heb ik gezegd, ja, dan moeten we ook wel wat tussendoortjes gaan eten. Dan moeten we ook wel wat cheatmealtjes gaan eten, of hoe je ze ook noemt, wat snacks. Want anders kom je er gewoon niet aan. Je kan wel de hele dag kip met rijst blijven eten, maar dan kom je waarschijnlijk niet aan die 4000 calorieën. En daar had je natuurlijk wel, daar moest je natuurlijk aan wennen. Ja. Daar zijn we nu al wel mee begonnen. En afgelopen week, wat was je gewichtstoename? Dat was toch 800 gram. Ja, 800 gram totaal op de weegschaal. Nou, dat is wel waarnaar we zoeken. Dus hij heeft ook daadwerkelijk de adviezen gebruikt. Ja, dan merk je ook vanzelf het resultaat. Ja, en over cheat meals gesproken. Wanneer was de laatste keer dat jij bij McDonald's bent geweest? Ik weet het eigenlijk al niet meer. Dat zou zijn echt 2 of 3 jaar geleden zijn. Ja, dus het is jaren geleden dat hij bij de McDonald's is geweest. Ja, ik vind wel weer tijd voor een bezoekje eigenlijk. Nou, spannend hè, Julian. Na zoveel jaar weer bij de McDonald's. Dat is wel spannend. Nou, altijd spannend. Wat ga je nemen? We gaan het hier sowieso opeten, want we nemen de tijd om lekker te genieten van die McDonald's. Ja, zeg maar Julian, jij bent hier de baas. Ja, als ik toch iets pak, dan ga ik het toch maar even een keertje goed doen. Pakken we toch maar eens even volledig het menuutje. Pakken we gewoon een grote Big Mac of blijven we toch... Ja, neem maar. Oom Maurice betaalt. Ja, zo gelijk een groot, groot menuutje. Nou, frietjes natuurlijk. Extra saus. Nou, en dan doen we maar nog een goede milkshake erbij. Ja, maar jij bent het nog niet verleerd, dat bestellen. Nee, dat merk ik wel. Alles groot, frietsaus, milkshakes. Hè? Het zit er nog wel in, gelukkig. Ja, ik moet ook nog. Nou, jullie weten het wel inmiddels. Ik neem altijd een Big Mac minuutje. Als Julian supersized gaat, dan kan ik niet achterblijven natuurlijk. Wat kan jij aanraden, Julian, jij als ervaren McDonald's ganger? Ja, ik zou toch wel een grote milkshake pakken met chocoladesmaak. Met chocolade? Nou, dan doe ik met chocolade als jij het zegt. Nou, nu is het goed, hè? Kort, jongens. En met Julian, hebben die McDonald's restaurants eigenlijk een Michelinster? Nee. Nee?
Dat is vreemd, want zo voelt hij weer wel aan. Ja, dat klopt inderdaad. Maar het blijft toch nog steeds wel een beetje gek om voor mij hier te zitten natuurlijk. Want jij bent niet gewend om die cheat meals te eten, zeg maar. Hè? Nee. McDonald's en snackbar en pizza en sushi en tafereel. Dat klopt. Maar dat voelt een beetje gek dus voor jou hier. Ja, het is toch een beetje gek, maar ik besef ondertussen wel eigenlijk dat ik natuurlijk veel moet blijven eten om ook te gaan groeien natuurlijk. Dus dat zijn dit soort maaltijden ook goed voor. Ja, dus veel mensen hebben natuurlijk moeite om af te vallen, maar er zijn ook mensen zoals jij die hebben moeite met aankomen. Dat is vooral mentaal. Hè? Die zien voeding toch iets te veel nog als zwart-wit. Dat is slecht, dat is goed voor je. Maar ja, met kip, met rijst kom je er in je lean bulk eigenlijk niet altijd. En dus dan is het prima om af en toe ook zo'n cheat meal te nemen. Om in ieder geval genoeg calorieën te eten. Om weer genoeg massa te bouwen, jongens. Nou, neem nog maar snel een hap. Dan kan je lekker groeien. Toch wel weer even genieten, joh. Kijk, het is wel genieten, zegt hij. Zie je? Dat is het wel, jongens. Het is ook wel gezellig met Boom samen in die McDonald's, hè. Wil jij nu met mij ook naar die McDonald's toe, moet je me gewoon even een DM sturen. Dan doe ik dat gewoon. Zo, dat was lekker. Je voelt je wel meteen herboren, hè, na zo'n McDonald's. Wat een energie, heerlijk, man. Hey, Julian, hartstikke bedankt voor de mooie, gezellige dag. Ja, jij ook bedankt. En wat heb jij nog te zeggen tegen de jongens thuis die kijken? Nou, ik ga nu beginnen met droog trainen. Dus dat we lekker kunnen flaneren en droog zijn op ook onder andere de festivals. Wil jij dat nou ook? Schrijf je dan echt heel snel in voor het droogtraintraject? Ja, jongens, je hoort het. Geef je vandaag nog op, stuur ik morgen je voedingsschema en je trainingsschema. Gaan we samen 110% aan de slag om deze zomer knijter droog te zijn. God, dat was wel gezellig, hè, die McDonald's. Zo gezellig, maar ook wel weer lekker, hoor. Zo, ook wel weer. Moeten we vaker doen. Ja, gaan we echt doen. Zeker. Precies.